gegeten. Geheimelijk recept. Heb je gekker op gegeten? Stop. Verrassing wat erin zit. Lukt zo, gezellig. Grappig, hè? Een boekje en wat kleur. Welke letters ken je net het over? Beetje baldadig. Goedemorgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers en het is vandaag alweer maandagochtend. Luxie die was lekker vroeg wakker. En wie is daar nog meer wakker? Lubo. Ja, papa. Goedemorgen. Mama. Oh, dankjewel, liefie. Dank je. Lucilla die slaapt nu nog uit. De kinderen moeten naar school. En Luan die was al wat vroeger wakker. Mama. Het is volgens mij 7 uur. Mama. Dus Lucilla mag nog even in bed blijven liggen. En dan halen we dus meteen uit bed. Maar kijk eens wat Luan merci. Een leuke kopje thee. Mam, ik heb 2 knutselwerkjes. Luan heeft hier een tafeltje neergezet met knutseltjes, omdat hij toch nog wat tijd had. Zei die, mam, mag ik samen knutselen? Dus hij heeft zelf hier een tafeltje neergezet met allemaal knutseldingetjes. Ja, maar mam. Wel gezellig, jongen. Ja? Eerst gaan we met de eerste. Want we hebben 2. Oh, jij, dankjewel. Dus dan leggen we die. Ja. Deze. Ja. Leggen we even daar. Ja. En die leggen we daar. Ja. Gaan we eerst even. Mooi, Luxie. Hey, goedemorgen, unicorn Lucilla. Silla, wie hebben we gemaakt? Leon is aan het knutselen. Kijk, weet je, breng die even op. Ik heb een eigen kraantje gemaakt. Kijk, dan is die hier een klepje. Doe je daar water in. Doe je het dingetje omlaag. En dan. Leuk bedacht, hè? Yeah. Nou, en zou ik dan ook nog mijn tweede aan jou laten zien? Heb je lekker geslapen, schatje? Ja? Lekker geslapen? Vandaag weer klaar naar school te gaan? Ja. U wel, hè? Lekker pluizenbolletje. Kijk eens. Oh, oké. Okay. Luxie wil nog een beetje water uit het kraantje. Van het zelfgemaakte tapje. Oh, kijk. Het lijkt wel dat hij gaat plassen. Nee, wat een kraantje. Oh, kijk dat kopje. Het kopje is precies voor jou, Luxie. Oh, oh, voorzichtig. Nou, hé. Hey. Oh, het is zo lang. Zo, man. Zo, goedemorgen van het wijn. Ik heb de honden net uitgelaten. Ik lig hier wel lekker chillen. Op de warme bank. Ja, Pip. Oh, het is een beetje buiten regenachtig. Heb je de jas en de laars aan, prinses? Ja. Nou, dan gaan wij in de auto op naar school, hè? Want het regent. Veel plezier op school. Dankje. De kinderen die zijn naar school. En ik heb me nog niet aangekleed. Dat ga ik zo meteen doen. Want we hadden heel erg zin om wat te bakken. Tenminste, Luxie en ik hadden zin om wat te bakken, hè, Luxie? Want wat gaan wij maken? Ja, wij gaan een lekker appeltaartje maken. En als dan straks het appeltaartje in de oven zit, dan gaan wij lekker aankleden. Ja, ja, we hadden al de appeltjes hadden we al gemaakt. Kijk, hier hebben we het appelbeslag. Appeltjes met rozijnen met kaneel. En dan gaan we nu de appeltaartmix in de bak doen, hè? Dan gaan we een lekker taartje bakken. Ja, die gaan mama openmaken. Zullen we kijken? Hier hebben we het... Ik vind dat zo lekker enthousiast. Hier hebben we het meel. Ja, ja, die moet erin. Doe het maar in. Hoppatee. Zo, dat is veel. Is hij helemaal op? Ja. Nog een klein beetje. Ja. Zo. Kijk, zit erin. Is alles eruit? Ja. Zit er niks meer in het papiertje? Het zit allemaal in de bak. Oké. Okay. En dan gaan we er wat... Nee, eerst gaan we er wat ei in doen. Wat ei? Nee. Nee, moet mama dat doen? Ba. Is dat bak? Ja. Oh. Eerst even een klein beetje kloppen. Bovenste stukje bewaren voor als glazuur erbovenop te smeren. Heb je verloren? Ja, verloren. Oh, ja, hartstikke goed. Zo. Ja, nu een beetje in de bak. 3/4. Hoppatee. Dat laatste bewaren we. Wow. En dan doen we de boter erbij. 1, 2. Hoppatee. Zo, ik kan hem een beetje laten smelten. Dat is ook makkelijker mixen.
En dan gaan we de mixer pakken. Wow. Wow. Luxie zegt altijd wow. En dan gaan we de mixer pakken. Deze. Wil jij dat doen? Ja, dus dit had het handjes op de oren. Want dat maakt even geluid, hè. Kijk. Oh, valt het op je been? Ja. Oh, hij is niet erg. Zo. Ik kijk dat op. Oh. Oh. Een beetje zo doen. Zo, en nu gaan we eventjes kneden. Wow. Kijk, dan mag mama er even een bal van. Kruidje? Ja, dan gaan we de bak springvorm pakken. Mm-hmm. Ja, wil jij het wel doen? Kijk, je hebt de springvorm met een beetje boter. En dan moet je zo helemaal in de bakvorm smeren. Nee, en die. Dan gaan we zo voor doen. Kijk, deze pak je zo vast, een soort potloodje. Dan ga je zo doen. Helemaal overal de randjes. Kan je dat doen? Vast. En zo. Ja. Goed, als een soort potlood. Pak je even iets beter vast? Ja. Ja, kijk. Kijk. Dat kan Luxie als de beste. Dit is de Luxie. Zo, nou hebben we hier de. Wat is dit? Bal. Dit is de bal. En maak er even een stukje eraf. Haal even een stukje eraf. Die is voor zo meteen voor eroverheen. Ja, zo. Hij zult het wel hebben. Dan gaan we deze weer even mooi kneden. Oh, dat is niet zo hard hoor. Zo. En dan gaan we deze op de bodem van de springvorm leggen. Kijk, dus gaat hij. Ja, dat is niet eerst. Ga je een beetje geknut op de stoel heen. Kijk, dan gaat hij een beetje plat maken zo. En dan doen we 1, 2. En dan gaan we mama een beetje uitduwen. Zo, plat duwen zo. Dat hij naar de zijkant gaat. Want dit wordt dus de bodem van de appeltaart. Daar al zo meteen de appeltjes op kunnen. Kijk, want deze appeltjes, die gaan er zo meteen in. Ja, die gaan daarin. Dan hebben we appeltaart. Mama, ja, mama. Wat een sterk. Wat ben je sterk. Je bent een hele sterke baby. Oh, dit is geen baby meer. Een grote meid. Ja. Zo, nou hebben we een beetje een goede bodem. Wow. Ja, die gaan we zo meteen. Dan gaan we eerst die daarin. Wil je dat met mama samen doen? Ja. Oké, okay, hou vast. Daar gaat hij, hè? 1, 2. Hoppatee. Wow. Dat ziet er mooi uit. Kijk dan. Zit er verslag in je teen? Ja. Dan gaan we een beetje goed aandrukken. Ja, dan gaan we een beetje goed aandrukken. En als we hem goed hebben aangedrukt. Zo, dan ziet het er zo uit. En dan gaan we de bal in 4 stukjes kneden. Bal. Is het beslagding? Kan je dat zeggen? Beslag? Kan je dat zeggen? Bal. Bal, beslag. En dan gaan we 4 balletjes maken. En dan maken we een rolletje. Zo heel lang slangetje. Ja, en ik maak nog wat lekkere dikke slangetjes. En ik ben niet Piet precies, als jullie merken. Nee, gaat er de buik toch kapot, zegt mama altijd. Nee. Dus ik vind het gewoon leuk om er zo eromheen te rollen. Zo. Hoppatee. Kijk, oh, dit slangetje. Leg we er zo overheen. Kijk, dat zijn 2 zo. En dan gaan we er nog 2 zo doen. Oh. Rollen, 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 rollen. En dan plat maken zo. Beetje plat maken. Hoppatee. Dan leggen we die zo. Kijk eens, wat een kunstwerk, Luxie. Dat ziet er lekker uit. Ziet het lekker eruit zien? Ja. Ja, hè? Wil je straks ook een stukje appeltaart? Ba. Ba? Dit is niet ba. Dat weet je helemaal niet wat er is. Je hebt nog nooit geen appeltaart op. Zo, kijk. En dan is de appeltaart klaar. En dan gaan we deze in de oven zetten. Zo, nou Lux. Wat gaan wij aan doen vandaag? Wil je even je kleedjes uitzoeken? Ja. Wat zie je? We gaan heel even uitkleden. We beginnen met Luxie. Luxie heeft vandaag dit jurkje uitgezocht. Wat ze zelf heeft geshopt met mama laatst, hè? In de stad. Weet je dat nog? Weet je nog dat ze samen mee naar de stad gingen winkelen? Oh, ja, ja, ja. Oh, de voetjes moeten erin. De voetjes erin. 1, 2. Teen. Als je teen.
t-shirt. Kiki? Mickey Mouse? Mickey Mouse? Oh, nou ziet hij niet zo uit. Zo gaat hij uit. Dan doen we een jurkje eroverheen. Ja, over je hoofdje. Ja, 1, 2. Dat is niks meer. Armpje. 1. En armpje. 1, 2. Oh. Ja. Zit je er doorheen? Ja. Handjes doorheen? Ja. Wil je die ook wel? Ja. Ja, een visje erbij. Het was een setje, was dat weer, hè? Zelf uitgezocht, weet je dat nog? Ja, heb je haar omhoog, hè? Mama aan. Luxie heeft nog steeds niet lang genoeg haar haartjes voor een staartje. Mam. Wel aan de achterkant, maar niet bovenop. Ziet er heel gek uit. En ze trekt strekjes uit. Deze haarbandjes die laten ze nog regelmatig wel enigszins opzitten. Wat heb je daar? Die. Ja. Nou, die doen we weer een andere keer aan. Goed? Zo. Mama is ook weer aangekleed. Tadaa. Inmiddels heeft Luxie het bandje alweer afgedaan. Geen idee waar ze hem heeft neergelegd. Oh. Ik was hem aan het zoeken. Ik wist niet dat jij hem in je hand had. Wil je hem opdoen? Hou hem in je hand vast. Ja, oké. Okay. Nou, ze houdt hem in de hand vast. Hartstikke goed. Daan en ik waren even helemaal vergeten dat de kinderen vandaag... Ja, wie is dat? Ja, ik heb net hier even een video zitten editen. En dat ze ziet zichzelf. Ja, zie jezelf. Dat is de video van Luxie trouwens, dat ik samen met Luxie ben gaan shoppen. Dus als je die video niet hebt gezien, kijk even op Luxie Bellinga, eigen YouTube kanaaltje. Daar zie je deze video, die ik dus net heb geëdit, maar die staat voor jullie al online. We waren even vergeten dat vandaag de kinderen een kortere dag hebben dan normaal. Omdat er op hun school is een soort, het is geen studiedag, maar een soort open dag volgens mij voor de school. Dat er is een open dag. Dus er zijn vandaag... is er maar een half dag. Dus we halen de kinderen straks op. En we hebben straks een afspraak. Dus nemen we de kinderen even mee. Trouwens, we hebben een hele leuke afspraak. Ik zou jullie zo graag meer willen vertellen. Maar dat mag niet. Dit mag eigenlijk nog niemand weten. Dit is echt nog een heel leuk project. Waar Daniel en ik achter de schermen echt al een tijdje mee bezig zijn. Zo, ik denk ik ga even op de bank zitten. Zit wat lekkerder dan op de grond. Zometeen hebben wij dus, Daniel en ik, dus een afspraak. En normaal gesproken nemen we Luxie eigenlijk altijd met ons mee. Maar goed, we gaan dus zo eerst even de kinderen ophalen. En dan nemen we hun ook even mee, omdat we dan toch die afspraak hadden gepland. En het is echt iets heel leuks. En ik weet dat ik er nog niet echt iets over mag zeggen. Nog niet iets over mag zeggen, omdat gewoon dingen nog niet... Het is gewoon nog... Heeft nog heel veel voorbereiding nodig, zeg maar. Maar het is wel heel erg leuk. Ik weet niet of heel veel volgers het van ons weten. Ik denk dat degenen die ons al lang volgen, die weten dat wel. Maar Daniel en ik hebben niet specifiek een management. We zijn niet aangesloten bij een YouTube-netwerk. Alles gaat gewoon, hebben we gewoon zelf in beheer, zeg maar. Alles is 100% bij ons zelf in beheer. We hebben ook geen personeel. We hebben ook geen mensen in dienst. Dat soort dingen hebben we eigenlijk in principe allemaal niet. Eigenlijk doen Daniel en ik achter de schermen alles met z'n tweeën. En zijn wij zeg maar echt het team achter de Bellinga's. En ja, maak ik natuurlijk overdag heel veel content. Lekker het gezin gebeuren met de kids. En Daniel natuurlijk ook. Die heeft ook wel zijn rol erin. Maar merendeel ben ik wel degene die de beeldjes maakt. Ik edit het ook allemaal zelf. Alle video's die je online hebt gezien. Of die nog online komen. Die heb ik allemaal zelf geëdit. En het zijn echt mijn persoonlijke kunstwerkjes. Die ik iedere dag met alle liefde weer voor jullie maak. Maar ook eigenlijk ook een beetje voor onszelf. Voor de herinnering. Voor onze kinderen. Voor ons gezin.
En Daniel, die is degene die het werk achter de video's doet. Dus zet als de video klaar is, zet hij het online. Hij plant het in dat op de juiste datum, op de juiste tijd online komt. De Facebook post doet hij inplannen en al dat soort dingen. Dat doet hij. Ook beheert Daniel de mailbox en hij doet de boekhouding en zo, zeg maar. Dus dat doen we in principe eigenlijk allemaal zelf. Maar af en toe willen wij, Daniel en ik, meer dan dat we met z'n tweeën aankunnen. En dan, dan vragen we wel eens hulp. Nu hebben we een hele goede vriend inmiddels, Yilmaz, die regelmatig met ons meedenkt en meehelpt waar hij kan. Yilmaz is degene die het bedrijf heeft die onze app voor ons heeft gemaakt. Dus de Bellinga TV app. Dat is van hem. En 2,5 jaar geleden zijn we met hem dat begonnen. En eigenlijk is er een soort vriendschap door ontstaan. Ook met zijn vrouw en met hun twee kinderen. En helpt hij eigenlijk met zijn gezin altijd mee ook bij de meet and greets. Zorgen ze dat de meet and greets goed lopen. En dat ook voor de kids goed op de kids wordt gelet. En dat soort dingen eigenlijk allemaal. Dus een soort vriendschappelijke band is daar ontstaan. Ook heeft hij meegeholpen met de Bellinga Fanshow. Heeft hij ook gewoon geholpen. En dit jaar trouwens gaat hij weer mee met zijn vrouw en gezin om te helpen bij de meet and greet. Aanstaande april, 12 april. We hebben het nog niet officieel volgens mij naar buiten gebracht. Omdat we nog niet weten wanneer onze meet and greet tijden zijn. Maar als die er zijn, dan zullen we even een post doen op social media en zo. Maar hun helpen daar eigenlijk altijd mee. En nu hebben Daan en ik weer zo'n leuk nieuw project in ons hoofd. En we hebben Yilmaz gevraagd om hulp. En ook een heel leuk nieuw contact opgedaan. En dat is Lucio van de film van Lucilla. Die haar rolletje heeft gespeeld in de film van de Efteling. Van Expeditie Vos heet de film. Dat is geproduceerd door zijn bedrijf van Lucio. En we hebben ook al wat meer contact gehad nog met Sinterklaas. De brief van Sinterklaas hebben ze ons toen uitgenodigd om leuk te komen vloggen bij de film. En er is gewoon ook een leuke vriendschappelijke band ontstaan. Waardoor er ook heel veel leuke dingen en spinsels in ons hoofd kwamen die we konden uiten. En die ook anderen dat met ons deelden. Van, oh ja, dat is een leuk idee. En zo met wat koppen bij elkaar krijg je toch een soort synergie en een leuke kracht en leuke ideeën. En ook echt dingen wat je kan omzetten in een actie. En dat gaan we dus straks doen. We hebben zometeen dus een afspraak bij Yilmaz op zijn kantoor. Wij noemen dat Bellinga TV kantoor, zeg maar. Omdat we daar eigenlijk onze app hebben. Maar dat is gewoon officieel van Yilmaz. Dat is zijn bedrijf. En we gaan daar gewoon met elkaar meeten. En de dingen doorspreken die op de planning staan. Het is zo ontzettend leuk. Ik kan er bijna niet bij hoe gaaf dit is. Zo'n nieuw avontuur weer. Ook voor ons, voor de kinderen. En weer ook voor jullie natuurlijk een heel nieuw leuk avontuur. En dat gaan we straks even weer doorspreken. En alle puntjes op de i zetten. En volgende week, aanstaande weekend voor ons, dan gaan jullie zien wat het ongeveer een beetje was en wat het inhoudt. We hebben best wel nog veel te doen. Dus we moeten heel hard werken nog. We hebben heel veel regelen. Met name dat nog op de achtergrond. Maar jullie gaan het allemaal vanzelf zien. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Maar wij zijn super enthousiast. Maar we moeten nog wel heel eventjes mijn mond op slot houden. Want het is nog een soort van geheim wil ik niet zeggen. Maar misschien ook wel. Dit mag gewoon nog niemand weten. Dus dan is het eigenlijk nog een beetje een soort van geheim. Maar goed, dat gaan we zo meteen dus doen. Ik praat er weer veel te veel, zie ik nu op mijn teller. Ik ben 4 minuten al aan het praten. Sorry, soms moet ik even iets meer info geven. Zodat er ook iets meer duidelijk is voor kijkers die kijken. Maar goed, we moeten nu wel snel de kinderen ophalen van school. Want die gaan natuurlijk mee naar de afspraak. En oh ja, voordat ik dat zo meteen weer vergeet te zeggen. Kijk, weet je wat we vanochtend hadden gemaakt? De appeltaart. En die heb ik dus hierin gedaan. Hier zit de appeltaart in. Kijk, kan ik hem nog openmaken? Nee, ik heb hem goed vastgedaan. Maar die ga ik gewoon meenemen. En dan kunnen we lekker straks met z'n allen een taartje eten bij de Bellinga meeting. Daar zijn de kinderen bij en dan kunnen we ook lekker appeltaartje mee eten. En dat leek me wel zo gezellig. En ik ga eens even Daniel halen, want die zit dus boven te werken. Misschien wel leuk om jullie meteen eventjes een beetje te laten zien. Kom maar. Gaan we even naar boven? Wat? Waar is je cracker? Heeft Woesel je cracker opgegeten? Nee, toch? Heeft Woesel je cracker opgegeten? Oh. Ja, die cracker, ja. Maar maandag is dus een beetje de dag dat Daniel vaak boven dus dingetjes aan het regelen is. En eigenlijk achter het werk en achter de laptop is, zeg maar. Oh, hij heeft zijn dopjes in, dus hij hoort me niet eens. Ben je bijna klaar, Sjaak? Ik noem hem altijd Sjaak. Sjaak, we zijn aan het bellen. Dus, ik stuur deze e-mail weg. Okay. Dan stop ik er voor nu mee. Nou, wij zijn aangekomen. Hallo, Luan en Lucilla. Hallo, was het leuk op school? Ja. Hadden jullie een kort dagje vandaag, ja. Bovenkonten? Ja. Nou, dan mogen ze mee naar de afspraak. Ja. Gezellig, jongens. Ik heb een verrassing in deze tas zitten. Vertel. Ja, dat is dus nog een verrassing wat erin zit. Wil je die vasthouden?
Heb ik samen met Luxie gemaakt vanochtend. Cake. Nee, geen cake, maar het lijkt er wel op. Taart. Oeh. Kom maar lekker naar binnen. Nee, is het dan taart? Ja, ik zeg nog niks. Is het gewoon taart? Het is iets met een taart. En het is met een appel, ja. Luxie. Luxie past er precies onder door. Goed zo. Nou, kom, dan ben ik er mee. Zo, gezellig met z'n allen in de lift. Zo. Dan gaan we naar de tweede etage. Ja, gezellig hoor. Ja. Clubje komt binnen. Zo. Kom maar, Luxie. Kom maar, liefie. Hebben jullie gezien waar die muur van is gemaakt? Welke? Hier, eromheen. Deze. Kijk eens. Van CD's. Ja, en herken jij er eentje? Ik herken er ergens eentje. Kijk eens goed. Zo van heel vroeger van mama en papa. Kijk. Oh, die. Basie en Adriaan. Zien jullie dat? Dat zijn de dvd'tjes. Of de dvd'tjes. Er zijn videobanden nog. Kijk, zo'n hele dikke videobanden. Mr. Bean. Mr. Bean. Ja, daar. Grappig hè? Ja. Oh ja, daar. Daar is Mr. Bean. Oh, Mr. Bean. Grappig hè? Ja. Heeft allemaal te maken met video hè? Vandaar videobanden. Nou, Leona, Lucilla en Luxie zitten er gezellig bij. Dat is gezellig, jongens. Ja. Lucilla heeft dan een snoepje te pakken, want er was hier iemand jarig in het schrikkeljaar. Hij is 5 jaar. Ja, hij is 5 jaar geworden. Ja. Grappig is dan, hè? En hij is wel goed. Eigenlijk is hij 20. Ja, maar dan ben je in het schrikkeljaar jarig en dan ben je 1 keer in de 4 jaar jarig. Maar wat is schrikkeljaar? Dat is een dag die maar 1 keer in de 4 jaar voorkomt. Dus niet ieder jaar. Ja. Hm? 29ste van februari. 29 februari is dat. 3 jaar lang heb je 28 februari en dan stopt het. En 1 jaar heb je ook nog 29 februari. Ja, als je ja. 29ste jarig bent, dan is het maar 1 keer in de 4 jaar de 29ste. Heb je extra groot feest. Ja. Natuurlijk ben je eigenlijk dan al wel ouder. Ja. Zo, de knutselclub die is weer opgebouwd. We hebben allemaal een boekje en wat kleurtjes. Luan die gaat de huiswerk maken, jongen. Mm-hmm. Luxie gaat moest wat krassen en Lucilla wat spelletjes maken. Oh, moest je die van juf afmaken? Nou, lekker een bakje koffie. Ah, super. Welke letters ken je al? Geef ze de kleur. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd hoeveel jij daar gaat inkleuren, deze meeting. Hm? Nou, maar ik doe niet eens in de lijntjes, hè. Oh, nee. Het gaat meer ergens over anders mee. Het gaat meer maar om het idee. Maar ik kan wel handjes in de lijntjes. Oh, oké. Okay. Okay. Nou, Luxie gaat dansen op de stoel. Nou, en Luan en Luxie. Net het dit doen papa en mama altijd met het werk. We gaan eerst iets lekkers eten. En dan gaan we brainstormen. Lekker afvragen. Nou, kijk, we zitten hier met een clubje rond. En ons Bellinga TV denktafels. Oh, heb je die gebakken, Luxie, met mama? Bakker Bellinga. Oh. Ja. Luxie, mama bakken. Ja. De Bellinga TV boardmeeting is gesloten. Bij wat terug? Nou. Bij. Ja, mam, je lijkt op een kind. Oh, sorry. Die zit te janken van speelgoed. Luan is een beetje baldadig. Oh, jij zelf. Komt hier kijken. Nou, hey, mama vindt dat jullie ontzettend goed hebben gedragen. Met onze gezellige... Het was wel een gezellige afspraak, hè? Pip gaat even op de tafel. Oh nee, Pippi. Op de pony. Oké, kom eraan. Knikkerbaan spelen. Ja! Maar nu gaan we met de knikkerbaan spelen, hè? Nu gaan we met de knikkerbaan spelen, zegt Luan. Nou jongen, waar staat de knikkerbaan? Daar. Even kijken. Daar bovenop de kast staat de knikkerbaan. Eens even kijken. Of we weer... Ja, ik kom eraan. De knikkerbaan die staat bovenop de kast. Oh, Lu, je moet hem echt even aanpakken. Ja, ik heb hem. Ja. Kom maar. Wow. Wow. Rassig. Ja. Nou, Luan wilde graag met kikken. Graag met kikken. Wat was dat? Oh jee. Mama. Het is niet erg. Het was met water. Nee, ik ging op een beker staan. Kijk, maar gelukkig zat er water in. Gelukkig zat er water in, jongens. En er was maar een beker en hij is niet kapot. Maar ik ging er wel op staan. Nou, Luan die wil graag met een knikkerbaan gaan spelen. En Lucilla die is boven verstoppertje aan het spelen met Luxie. Die zijn heel leuk, schattig, samen boven aan het spelen. Dus ik ga eens even kijken. Wat zijn jullie aan het doen? Luxie is. Is Luxie weg? Ja. Oh nee. Oh nee, Luxie. Waar is onze Luxie baby nou?
zie. En daar is Luxie. Zat jij in de kast verstopt, Luxie? Ja, ze praat echt, hè? We staan er nog niet, maar ze praat wel, hè? Ja, wat was je aan het doen? Was je hier verstopt in de kast? Ja. Konden ze je niet vinden? Ging Lucilla tellen? Dat vertelt ze. Lucilla ging tellen en die kon jou niet vinden, hè? Ja. Wie heeft jou in de kast gedaan dan? Of heb je dat zelf gedaan? Ja, ging ze zelf doen? Ja. Eén. Luxie, hoe tel je altijd? Eén. Eén. Die? Moet ik vertellen hoe Luxie één? Hoe doet ze tellen? Eén. Luxie, kom niet verder dan één, hè? Ja. Oh, ga je weer aan de kast? Oké, dag. Dan zit ze weer in de kast. Oh, daar is ze weer. Nou, dit kan ze wel 10 keer achter elkaar doen, hè, Sil? Doei. Oh, dan gaat ze weer in de kleren. Doei. Oh, grote zusje. Ja, grote zusje. Kijk dan, klimt ze de veen. Ik zie wat het helemaal zelf. Nee, dat is helemaal zelf. Ga je weer in de kast zitten, Luxie? Nee, ga je hier blijven zitten? Luxie, ik zit nou zo'n minion. Nee. Oh, in de kast zit een minion. Ja. Nou, gaan jullie samen boven spelen? Oké, samen in de kast spelen. Oké. Ja, doei. 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 Schatjes. Uiteindelijk zijn alle 3 de kinderen weer beneden aan het spelen. En dit is echt typisch waarom we dus heel graag een serre willen hebben. Voor degenen die de vlog niet hebben gezien, kijk even die verhuizen of verbouwen vlog terug. We willen dus heel graag een serre hiervoor aan ons huis, zeg maar. We hebben nog geen serre gekocht. We zijn nog steeds een beetje aan de oriëntatiefase. We weten nu al wat meer het een en het ander. Maar goed, dat zit in de planning, zeg maar. Maar dit is eventjes ook alweer waarom wij een serre willen. Kijk, hier hebben we Luan. En Luan die zit met de knikkerbaan te spelen. En hij gaat extra hier in dit hoekje zitten. Omdat hij hier loopt niemand over zijn knikkerbaan heen. En kan hij rustig met zijn knikkerbaan spelen. Zonder dat ook zijn zusjes iedere keer eroverheen balsen. En Woesel en Pip. En daar zitten de zusjes. En wat zijn de zusjes aan het doen? Met de toetoet aan het spelen. Ja, Luxie. Die gaan een treinenbaan bouwen. En dat is dus hier in de kamer. Kijk, en hoe multifunctioneel. Papa zit daar. Nog te werken. Ah, vader. En hier zitten ze dus te spelen. En daar zit Luan dus te spelen. Helemaal als er meteen alles helemaal opgebouwd is. Dan is het vrij lastig om overal te lopen. En ik zie dat er nog steeds de vlaggetjes hangen. Ik ga ze echt opruimen nu. Want het hangt nu echt al heel lang. Hey, je bent bijna jarig. Ja, ik ben bijna jarig. Maar dat zijn we niet thuis. Over 3 weken jawel. Over 3 weken ben ik jarig. 13 april. Mam, je moet. Maar dan zijn we niet thuis. Mam, je moet deze nog hangen, want jij bent bijna jarig. Nee, mama haalt ze weg. Nee. Nee, mama haalt ze weg. Nee. Mama haalt ze weg. Nee, je bent bijna jarig. Dus, wij zijn dus bij Invites. Dat is 12 april. Zijn we dus in attractiepark Slaharen, waar wij dus een meet and greet gaan hebben. We gaan ook een Q&A doen op het podium. En, ja, wij gaan optreden op het podium. Superleuk. Meer info, die komt nog later, want we weten zelf nog niet echt de tijden. Wat zijn we aan het doen? Oh jee. Wat was dit nou weer, Luxie? Wat ben je aan het doen? Ging ze zelf hier op jou zitten? Ja. Echt waar? Ging ze het zelf doen? Wat was ik nou ook alweer aan het vertellen? Oh ja, de vlaggetjes. Ja, ik ben dus 1 dag na de meet and greet jarig. En dan zijn we dus niet thuis. Dus ik ga wel heel even de vlaggetjes eraf halen. Terwijl Luxie bovenop Lucilla zit te springen. Ja. Hè? Luxie. Het strikje eruit, kijk eens. Van onderen. Hey Luxie, zit je op een paardje te rijden? Ben je paardje aan het spelen? Nou, dat was vlaggetje 1. En dan heb ik hier er nog één. Die meteen ook maar even los. Hoppatee. En dat zijn deze leuke beertjes. Oeh, daar ging die. Nou, en nou zijn ze met de vlaggetjes aan het spelen. Heb je een baan gebouwd, jongen? Nou, laat eens kijken.
wil je hem zien? Ja, ik wil hem zien. Hij is wel heel erg lang. Ja. Oh. Oh, jongen. Hij is lang. Hij is heel compact, maar hij is lang. Heel erg lang. Leuk. Eén zo'n klein dingetje. Ja, ik vind hem super cool, nou, jongen. Nou, en dan pak ik nog een plaat. Oh, jongen, hij is zo flink aan het bouwen. Goed hoor, heel goed. En daar zijn Woezel en Pip ook weer. De lekkere drukke bedoeling. En de trein die rijdt alweer. Stopt hij? Moet hij even tanken? Oh ja. Mama, oh, ja. Daar gaat hij. Hij mag hier niet komen. Oh, nee, ik zie het. Woezel en Pip zijn altijd aan het stoeien met elkaar. Ja. Ja, schatje. Woezel en Pip. Ja. Ja. Die gingen er doorheen. Ja. Wat schatjes. Nou, Pip. Heb je hem? Ben je weer ontkomen aan die drukke Woezel? Ja, Woezel zat zo druk bij jou, hè? Ja, schatje. Je bent zo lief. Zo, wat heb ik mijn liefste gemaakt? Lekkere pizza gaan we eten. Pizza Margherita. Het is alweer een hele lange vlog geworden volgens mij vandaag. Dus we gaan hem maar snel weer afsluiten. Vond je nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op een belletje. En we zien je graag morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Voeg je hart, boem boem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.